Hans Hatenboer was afgelopen zondag in het Noordlies-stadion om afscheid te nemen van de supporters van FC Groningen. Hatenboer maakte eind januari aan het slot van de transferwindow de overstap naar het Italiaanse Atalanta Bergamo. Gisteren gespeeld tegen AS Roma en dat is toch iets, dat zijn wel de wedstrijden waar je voor doet. En, ik heb nu mijn wedstrijden gespeeld, dus ik ben nog altijd heel blij met de overstap. Het leven bevalt me, de speelstijl bevalt me en alles bevalt eigenlijk tot nu toe heel goed. Hoe is het voetbal in Italië? Veel anders dan hier? Ja, het is wel een wereld van verschil. Alleen al qua fysieke gesteldheid van iedereen, van de spelers en de intensiteit van hoe er getraind wordt, hoe er gespeeld wordt. Het is wel een heel groot verschil. Ik wist van tevoren natuurlijk wat het plan met mij was en met welke reden ik gehaald ben. Dus ik wist van tevoren dat er een goed draaiend team stond. En dat er ook gewoon vijven stond in de Serie A. Dus dan is het, weet ik van mezelf, dat je er niet zomaar in speelt. Dus dat is voor mij gewoon aanpoten op de training. Niveau oppakken en zo snel mogelijk minuten maken. En ik ben blij dat ik een paar weken geleden heb mogen debuteren. En ook gelijk het goed gedaan heb. En dat ik daar nog invalbeurten gisteren weer heb mogen starten. En dat is toch al meer dan dat ik van tevoren misschien verwacht had. Als rechtsback hoeft Hatenboer in Italië niet alleen maar te verdedigen. We spelen met vijf achterop eigenlijk. Of ja, met vier middels, net hoe je het bekijkt. Maar ik ben gewoon de buitenste speler, zeg maar, aan de rechterkant. En er wordt van mij verwacht dat ik de hele flank bestrijk. En aanvallend druk zet op hun backs. En gewoon zoveel mogelijk het aan te vallen. Ja. Eigenlijk een beetje ook wat je hier deed. Ja, klopt, eigenlijk wat hier deed. Maar nu hebben we iets meer, omdat we met dan drie echt centrale verdedigers spelen. Die ook met ruimte in de rug kunnen spelen en gewoon goede verdedigers zijn. Ja, dat is het voor mij als ik voorin ben. Is het niet dat ik als de brandweer weer terug moet. Dat is altijd genoeg spelers die voor controle zorgen. Zondag was Hatenboer dus weer even terug in Groningen bij zijn oude club FC Groningen. Dat is toch wat anders dan de Serie A. Je speelt dan wel gewoon tegen AS Roma en ploeg als Inter en Napoli. Als je dan gisteren op het veld staat en dan rondkijkt en je ziet Totti en al die zulke spelers er staan. Ja, dat is toch wel wat anders dan als je vandaag weer rondkijkt. Hans Nijland zei even van, we zien jou ooit terug bij het Nederlands elftal. Als jij basisspeler bent en je speelt bij de nummer 5 in Italië, dan speel je jezelf wel in de kijker. Ja, dat is zomaar. Daar denk ik gewoon nog helemaal niet aan. En daar ben ik ook helemaal niet mee bezig. Want het is gewoon. Het is allemaal nieuw nu. Ik heb nu een paar wedstrijdjes gespeeld. En ik hoop gewoon. Ik hoop daar nu gewoon straks een basisplaats te veroveren. En wat er dan allemaal komt, dat zie ik wel.